Het is zover. Den Haag heeft een nieuwe burgemeester. En het is dan wel niet Richard de Mos geworden, maar beroepspoliticus Van Zanen uit Utrecht. Wat vindt Den Haag daarvan? Ik ben benieuwd. Je bent het niet geworden, de burgemeester. Nee, dat is vooral heel erg jammer voor Den Haag. Ik ben natuurlijk iemand die de stad Den Haag heel erg goed kent. Gepokt en gemazeld. Groen-geel hard door de aderen. Het is nu Van Zanen geworden. Het is wel iemand met heel veel bestuurlijke ervaring. Maar het is wel op een zeer ondemocratische manier tot stand gekomen. Wat vind je ervan, Jan Van Zanen? Nou, het had natuurlijk vele malen erger gekend. Ik moet jou eerlijk zeggen, ik ken die man niet zo heel goed. Ik bedoel, ik heb hem één keer gezien dan op de televisie met dat Utrecht-drama. In principe komt hij goed over, vind ik. Ja, de beste man schijnt het 6 jaar lang goed in Utrecht gedaan te hebben. Dat is toch ook niet een achteraf stadje. Dus ja, we moeten maar afwachten. Maar goed, die man die heeft een enorme kans gekregen om te komen in de mooiste stad van Nederland. En dat kan je natuurlijk ook niet kwalijk nemen. Hij komt van FC Utrecht naar ADO Den Haag toe. Hij komt naar het mooie groengele Den Haag. Dus ik kan hem wel begrijpen. Past een beroepspoliticus als Van Zanen bij de Haagenees? Nou, dat moeten we afwachten. Het is wel zo. Ik bedoel, er moet gewoon eerlijk in zijn. Het is een man met zeer veel bestuurlijke ervaring. Die ook wel geliefd in Utrecht is. Ik heb in Utrecht de reacties vernomen dat mensen het jammer vinden. Nou, dat is een goed teken. Dat betekent dat de Utrechters wel van hem zijn gaan houden. Hij moet het hier in Den Haag natuurlijk wel gaan bewijzen. Dat hij ook echt Den Haag leert kennen. De geschiedenis van Den Haag, de cultuur van Den Haag. Dat hij bijvoorbeeld de vreugdevuren op Duindorp door laat gaan. Gaat wel lukken met Van Zanen, denk je, met zo'n beroepspoliticus. Past dat bij jullie? Ja, past dat bij jullie. Mevrouw Krikke was gewoon te lief. Meneer Remkes was helemaal niet lief. Als meneer Van Zanen daar een tussenweg in zou kunnen vinden, dan zijn we al een heel eind, denk ik. Richard is in principe altijd zijn woorden nagekomen. Is de grootste partij van Den Haag geworden. Het is nog nooit zo goed in de stad gegaan als dat het de afgelopen tijd gegaan is. Ja, en dan word je eruit gewerkt door iets wat er helemaal niet is. We zijn er allemaal van overtuigd dat dat dadelijk allemaal dat er geen strafzaak gaat worden. Nou, dan is het allemaal lijkenpikkerij op Richard geweest door de VVD, de coalitiepartijen die erin zaten. Ja, en nou zijn er gewoon partijen bijgekomen die er gewoon helemaal niet hoorden. En als we het dan over integriteit hebben, ja, dan denk ik dat de VVD op dit moment natuurlijk totaal niet integer is. En dan is dat gelijk aan onze nieuwe Jan gelijk een goede taak om in te grijpen en om de onderste steen boven te krijgen in deze hele rare zaak natuurlijk. Ja, en integriteit, daar is de VVD verwoed voorstander van. En ik hoop ook dat die kluis gaat openen en dat geheime rapport waar een topambtenaar met miljoenen gesjoemeld heeft, ja, dat hij dat openbaar maakt. Wat vindt u van de nieuwe burgemeester? Ik vind hem prima, man. Ja? Zou u wel bij hem op de koffie gaan? Ja, het ligt aan wat voor koffie dat hij heeft. Moet wel goede koffie zijn. Ja, maar daar werkt best. Ja, hier. Anders komt hij niet. Laat hem maar opbellen. Wanneer ga je bij Van Zanen op de koffie? Nee, het is niet mijn plan. Ik geef alle tijd en aandacht ga ik met Richard op de koffie. Dat vind ik veel belangrijker. Want ja, over 2 jaar wil ik gewoon echt hem echt al mijn ziel en zaligheid erin gooien om Richard dan Richard als echt allergrootste partij van Den Haag te maken. En niet meer zoals hij nu is met 10 zeteltjes ongeveer erin. Maar strakjes gewoon met die 23 zetels. 2022, 23 zetels. Dan gaat het gebeuren. Zou je op de koffie gaan bij Van Zanen? Zeker, ik ga er zeker vanuit dat ik word uitgenodigd voor de koffie. En dat wij hem als de lokale partij, de grootste partij, een goede rondleiding door Den Haag geven om Den Haag een beetje beter te leren kennen. Dus die uitnodiging richting hem, die heb ik bij deze ook gedaan. Van Zanen uit Utrecht, wat vindt u daar nou van? Ja, maar dat zou wel goed zijn, ik weet het ook niet. Die man, als die man zijn werk doet, mag hij van mij blijven. Het lijkt een zwaar gewicht, dus het zal goed komen. Ja, u vertrouwt er wel op? Ja. Niet liever de Mos gehad? Nee, achter de Mos hebben ook dingen gedaan die niet deugden eigenlijk, hè. Dus daar hoeft het ook niet. Nee. Nee, laten we proberen met de nieuwe. Ja, spannend. Iedereen die wil hem hier in Den Haag als burgemeester hebben. Er zijn pols gehouden, er zijn stemmingen gehouden aan alle kanten. Maar goed, er is nog steeds geen gekozen burgemeester. En het is natuurlijk in dit democratische stelsel natuurlijk heel raar dat je natuurlijk dat dit nog steeds niet er doorheen gekomen is. Ik vind dat het echt hoog tijd wordt voor de gekozen burgemeester. En dan had ik een hele goede kans gemaakt om burgemeester te worden. En ik hoop ook echt volgend jaar als de Tweede Kamerverkiezingen zijn, dat er partijen aan de macht komen die eindelijk eens een keer die gekozen burgemeester gaan regelen. Iets waar 60% van de Nederlanders voor is. Wat vindt u ervan? Nou, ander keertje maar. Ander keertje een nieuwe burgemeester. Helemaal goed. Peace out.